Er ligt een bom onder de toekomstige tramlijn Maastricht-Hasselt. De Raad van State heeft het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht vernietigd. En het is nu onzeker of de sneltram er überhaupt ooit komt. De uitspraak van de Raad van State is een flinke tegenslag voor het project. En het is ook nog eens een tik op de vingers voor Maastricht. Volgens de Raad van State is het plan niet uitvoerbaar en is er niet genoeg geld. En dat had de gemeente moeten weten. En op de redactie is verslaggever Jean van Hoof. Jean, wat nu? Ja, goede vraag. Wat nu? Eén ding is zeker, de tram lijkt verder weg dan ooit. Waarbij de gemeente Maastricht zeker geen uitblinkersrol speelt, om het maar eens eufemistisch te zeggen. Want ja, de tram bleek al 30 tot 40 miljoen duurder, omdat het niet mogelijk was de tram tot aan het station te laten doorrijden zonder flinke werkzaamheden aan die Wilhelminabrug. Vervolgens besloot de gemeente om dan maar het eindstation in de binnenstad te leggen. Niet meer bij het station, althans voorlopig niet. En dan komt nu dus het afschieten door de Raad van State van het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht bovenop. Het dossier lijkt terug bij af. En dat vindt eigenlijk ook de Belgisch-Limburgse burgemeester Van Laanaken. Dat is natuurlijk een heel ongelukkige uitspraak van de Nederlandse Raad van State, want het bestemmingsplan wordt eigenlijk naar de Filistijnen geschoten, terug naar af. Nu ligt dus het volle gewicht bij de gemeente Maastricht, komen zij met een nieuw bestemmingsplan en de daarbij horende procedures dan wel, gooit Maastricht de handdoek en nemen zij dan ook de volle verantwoordelijkheid voor de schuld van het mislukken van die sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, nemen ze dan die schuld op hun schouders. Ja, Jean, wordt de handdoek in de ring gegooid? Is het niet beter gewoon maar te stoppen? Dat zou je misschien zeggen, maar dat heeft natuurlijk met politiek te maken. Want niemand wil de Zwarte Piet toegespeeld krijgen. Niemand wil de veroorzaker zijn van het mislukken van het project. En Maastricht bijvoorbeeld, die denkt van ja, dan krijgen wij wellicht ook schadeclaims aan onze broek van Vlaamse zijde als wij zeggen, we stoppen ermee. Maastricht zegt nu, goed, we zijn bereid eventueel aan een nieuw bestemmingsplan te werken. Maar, dan gaat het balletje weer naar de andere kant, dan moeten we wel van de Vlaamse regering weten of dat zin heeft. Of zij nog willen doorgaan met het project. Want Vlaanderen heeft tot nu toe gezegd, wij houden vast aan het station in Maastricht als eindhalte. En wij wachten de uitspraak van de Raad van State af. Nou ja, en die is er dan nu vandaag. Daaraan gekoppeld zie je ook dat het draagvlak voor de tram zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse Maastrichtse zijde afneemt. Dus ja, of die tram er ooit komt, zeer onwaarschijnlijk. Jean, dankjewel.